Vandaag is hier in het Universiteitsmuseum een tentoonstelling geopend in verband met het jaar van de natuurkunde. Als die tentoonstelling 200 jaar geleden zou zijn gehouden, dan had deze man ermee te maken gehad. Theodorus van Swinderen. Wie dat was en hoe dat dan zat, zoek ik vandaag uit. Theodorus van Swinderen werd in 1815 de eerste hoogleraar natuurlijke geschiedenis en directeur van het fysisch kabinet, voorloper van het huidige universiteitsmuseum. Nou, en bij dit borstbeeld horen ook een paar stenen met tekst, maar die liggen gek genoeg een stukje verderop. Hier bij een lawaaiige afzuiger. Teksten die heel goed aangeven wat van Swinderen zo deed. Hij was een voorbeeld van werkzaamheid. En deze. 50 jaren wijdde hij aan de bevordering van opvoeding en onderwijs in den geest van Christus. Het borstbeeld en die tekststenen die zaten oorspronkelijk in een monument dat stond in de tuin van het Groene Weeshuis aan de Hofstraat. Maar toen het Weeshuis in 1933 verhuisde naar Hilgestede, toen werd het monument afgebroken en die elementen gingen toen daarheen. En sinds 1990 zijn ze hier, toen in het Universiteitsmuseum een tentoonstelling aan Van Swinderen werd gewijd. Hier op de tentoonstelling staat een voorwerp dat door Van Swinderen als professor werd gebruikt. Het zogeheten donderkerkje. Met dit model demonstreerde hij het nut van de bliksemafleider. Als er geen bliksemafleider was en er werd stroom opgewekt met een elektriseermachine, dat was iets heel populairs in de 18e eeuw, dan kwam de stroom op de kerk en dan viel de boel uit elkaar, want hier was een beetje buskruid in geplaatst en het kwam dan tot ontploffing door een vonk. Als daarentegen er een bliksemafleider was, dan kwam de stroom daarin en via de draad ging het naar de aarde en dan bleef de kerk heel. Jonge Theodorus leende eens de elektriseermachine van zijn halfbroer Onco. Van Swinderen kon er geen genoeg van krijgen en speelde er zo driftig mee dat de machine na 2 dagen kapot was. Hij schaamde zich ijselijk en was bijna ziek van angst om zijn halfbroer onder ogen te komen. Maar het weerhield hem niet van meer experimenten. Door de demonstraties die Van Swinderen met de bliksemafleider gaf, kreeg onder andere de Martini-toren zo'n ding. En dat was maar goed ook, want in de eeuwen dat er nog niet een bliksemafleider op stond, werd de toren enkele keren behoorlijk getroffen. Met als gevolg dat hij een keer afbrandde. Nou, Van Swinderen had ook wel iets met die Martinikerk, want hij was een godsdienstig iemand en was onder andere kerkmeester daar. En dat was niet zo'n wonder, want Van Swinderen woonde daar zijn leven lang.
Van Swinderen werd hier in 1784 geboren en hij ging hier ook in 1851 dood. Hij woonde nooit ergens anders. Nou, het zag er wel anders uit. Het linkerdeel, dat hoorde er niet bij. Daar was een ander huis, woonde iemand anders. En het middendeel, waar hij woonde, dat had ook een andere voorgevel in die tijd. Ook hier binnen ziet het er heel anders uit dan in Van Swinderens tijd. Zoiets was er natuurlijk niet. En dat daarachter was nog niet gebouwd. Maar er zijn ook elementen bewaard gebleven. Bijvoorbeeld in de gang en in het plafond. Van Swinderen was als kind heel erg ziekelijk. Meerdere malen werd gevreesd voor zijn leven. Hij had mazelen en pokken. Nou, en dat soort dingen. Maar hij was daarbij wel heel erg leergierig. En op zijn 10e ging hij naar de Latijnse school. Die was gevestigd op de plek waar nu het Universiteitsmuseum is. Het volgende jaar leerde Van Swinderen ook spelenderwijs Frans. Want het was 1795, Franse tijd. En er kwamen Franse soldaten in Groningen. En zijn vader had een belangrijke functie. Want hij moest zorgen voor de inkwartiering van de officieren. Dus ze kwamen hier in huis. Van Swinderen ging rechten studeren omdat zijn vader dat wilde. Eigenlijk had hij heel andere interesses, bijvoorbeeld de natuurkunde. En daarom richtte hij ook, toen hij 16 was, samen met een aantal vrienden, het Natuurkundig en Scheikundig Genootschap op, dat nog steeds bestaat. Maar hij vond ook medicijnen interessant, theologie. Eigenlijk was Theodorus van Swinderen het liefst volksopvoeder, onderwijzer. En zijn eerste baantje na zijn afstuderen, het baantje van schoolopziener, paste dus ook erg goed bij hem. Dat Van Swinderen een echte onderwijzer was, dat blijkt onder andere hier op de Zuiderbegraafplaats. Want toen deze begraafplaats in 1827 werd aangelegd, mocht hij namens de Martinikerk deze plek en die daar aan de andere kant van het pad vullen met een steen. Dit zijn dus geen echte grafstenen, gewoon een aanmoediging. Kijk, de onderwijzer zegt, wandelaar, betreed deze grond met eerbied. Van Swinderen wilde het volk ook onderwijzen, opvoeden door het oprichten van monumenten. Overal, maar ook hier op de Zuiderbegraafplaats. Zoals dit monument ter nagedachtenis aan Groninger vrijwillige jagers. Mensen die vielen in de strijd met de Belgen in 1831, de slag van Houthalen. Theodorus gaf zijn ouders natuurlijk ook een monument. Hier op dezelfde begraafplaats. En toen hij zelf doodging, kwam hij ernaast te liggen. Ja, een echte wetenschapper was Van Swinderen niet. Hij heeft bijvoorbeeld nooit een uitvinding gedaan. Nee, Theodorus Van Swinderen was vooral ijverig. En bij heel veel dingen betrokken. Allerlei organisaties, genootschappen. Maar zijn grootste verdienste was wel dat hij ervoor zorgde dat er in de stad her en der gedenkstenen, monumenten zijn gekomen. En het is dan ook wel terecht dat er voor hemzelf
al was het 10 jaar na zijn dood, ook een monument kwam. Van Swinderen, hij staat buiten, maar hij zou zeker naar binnen zijn gegaan voor de tentoonstelling Alles is relatief, absoluut, 100 jaar natuurkunde. Naar aanleiding van Einsteins uitvinding van de relativiteitstheorie.